Deze video gaat over quota. In het Cloud Management Portal kun je quota gebruiken om grip te houden op het gebruik van SurfCumulus en de kosten onder controle te houden. Als je je in het CMP bij groepen bevindt, dan zit hier rechts de knop waarbij je de quota's kunt zien. Quota's zijn een manier om groepen te beperken in hun grootte. En dat kun je bijvoorbeeld zien door op een groep te klikken. Je ziet hier dat deze groep beperkt is in zijn grootte tot 20 servers, 40 CPU's, 80 gig memory en 400 gig diskgrootte, waarvan een aantal in gebruik is en een aantal nog niet in gebruik. Als ik beheerder ben van deze groep, heb ik hier een edit knop waar ik op kan drukken en dan kan ik hier vervolgens instellen of dat deze groep moet groeien of krimpen. Een groep kan nooit verder krimpen dan dat er momenteel servers inactief zijn. Als je wil dat een groep verder krimpt, zul je de servers eerst moeten verwijderen. De quota van groepen zijn afhankelijk van elkaar. En dat betekent dat we quota op een afdeling kunnen zetten, waarbij deze afdeling, in dit geval 88 servers, een aantal CPU's, memory en disk groot, dit vervolgens uit kan delen aan onderliggende projecten. In dit geval zijn er zo'n 60 servers uitgedeeld, nog 19 beschikbaar en er zijn er 10 door de afdeling zelf in gebruik.